wil eigenlijk... Voorzitter, ik had graag dat er nu gestemd wordt of die woorden of die puntjes vervangen kunnen worden. Ik heb in de chat gelezen, en dat kunt u zelf ook wel lezen, dat er eigenlijk breed steun is voor de opvatting van de voorzitter. Maar als u echt wilt dat er nu gestemd wordt... Ik heb graag dat daarover gestemd wordt. Is ook voor de notulen vastgelegd wie de vrijheid van meningsuiting allemaal inperkt hier in deze raad. Ik vraag, u heeft toegang tot de chat, dus ik vraag aan de fracties om gewoon via de chat aan te geven of u het eens bent met het standpunt van de voorzitter. Als u het daarmee eens bent, dan schrijft u eens en anders schrijft u het niet eens. Dus ik volg de chat, ik ga daar kijken. Ik ga u de vraag... Lest u het voor, voorzitter? Dat iedereen het weet? Dat ga ik zo even doen voor u. Begin bij... SP is eens. PvdA eens. D66 eens. 50+ eens. GroenLinks eens. ChristenUnie-SGP eens. CDA eens. Denk eens. PvdA hadden we gehad. VVD is eens. NIDA eens. Partij voor de Dieren eens. Leefbaar eens. Dan hebben alle fracties zo gehad. Mag ik ook van u, meneer Meeuwis, ook nog een stem hebben? Meer een conclusie dat ik wil Leefbaar nooit meer horen. Fortuyn hier vertegenwoordigen. Meneer Meeuwis, Leefbaar Rotterdam is niet tegen vrijheid van meningsuiting. Meneer Meeuwis, brengt u mij niet in de positie dat ik u het woord moet ontnemen. Wij zijn aan het stemmen. En ik wil graag een stem hebben. Ja, wat dacht u? Ik vind dat die puntjes gewoon vervangen moeten worden. En ik ga hier net zo lang stampij over maken tot het gebeurt. Meneer Meeuwis, ik vraag u om een stem in. Eens of niet eens? Dat is het verzoek van de voorzitter. Mag uiteraard oneens. U bent een grote schande voor deze raad. Ik schaam me kapot voor de gemeenteraad van Rotterdam nu. Ja. En,